zijn een medeblik voor de Deltaloid Regatta en je ziet hier alle zeilers die zich voorbereiden op deze World Cup event op Nederlands water. Zeilers moeten zich inschrijven, hun boten voorbereiden, zeilen meten. Er moet van alles gebeuren voordat je officieel ingemeten bent en toegestaan bent om aan de wedstrijden mee te doen. De wedstrijden lopen van woensdag tot en met zondag en er zijn 704 zeilers ingeschreven uit 54 landen. Met nog 794 dagen te gaan voor de Olympische Spelen in Londen, in Londen 2012, zijn dit belangrijke evenementen waar de zeilers uit al die verschillende landen zich kunnen waarmaken en zich kunnen meten met hun tegenstanders. Hans Boegschol, de technisch directeur van het Watersportverbond. We staan voor een World Cup op eigen bodem. Hoe bijzonder is dat? Het waait lekker. We hebben alle World Cups gevaren in weinig wind dit jaar. Dus ik denk dat alle zeilsters en zeilers heel blij zijn dat er eindelijk een beetje normale wind staat. Want 23 zeilers stelt de Deltaloid kernploeg nu. Die zijn allemaal aanwezig. Iedereen, we zijn helemaal volledig. Dus dat betekent dat we met onze nieuwe aanwinst, de Paralympische ploeg, een complete ploeg hier in Medemblik hebben tijdens de Deltaloid Regatta. Is dit al belangrijk voor kwalificatie? Want we zitten 2 jaar voor de Olympische Spelen nu. Nou, we hebben een meetmoment voor de Elliott-ploeg. Dus voor hun is het wel belangrijk. Voor de andere klassen niet. Maar ja, we zijn niet zo ver mee weg van de Olympische Spelen. Dus volgend jaar begint de selectie. Dus dan is thuiswater, varen op eigen water is wel degelijk belangrijk. Vergeet het niet, dit weekend de Nano Races live te kijken op deltaloidregatta.org. Op zaterdag 29 mei en zondag 30 mei. De wedstrijden, de laatste wedstrijden met de beste team van het klassement. Live gestreamd op het internet in uw huiskamer. Dus dat wordt spannend deze week. We moeten blijven volgen op Topzeilen TV, denk ik. Ah, je kan alles bekijken op Topzeilen TV. Dat is helemaal geweldig.